Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Diego Chenassin. We gaan praten over de fietstocht van 13 maart die door de Rotary Club Paramaribo wordt georganiseerd. Om 4 uur is de aanmeldtijd 's middags en de start is om 4:30. Altijd gezellig om met het gezin de fietsen uit de garage te halen en een beetje in beweging voor de gezelligheid, allebei. We gaan een kort babbeltje maken met Diego over deze fietsenrally. What made is a little Q-time. Goeiedag Diego, welkom in Q-time. Hi, goeiedag. Ja, eigenlijk heb ik het allemaal gezegd in één zin. Hè. Er is een fietsenrally aanstaande 13 maart. Maar laten we toch eventjes verder gaan over de achtergrond ervan en het waarom van deze fietsenrally. Ja, oké. Ten eerste bedankt dat je ons de gelegenheid geeft om in het programma toch een beetje erover te praten. Het is de tweede keer dat we dit doen. We hebben, ik denk 5 december hadden we al zo'n soort fietstochtje. Het is eigenlijk een beetje ontstaan, groep vrienden van de Rotary en de Rotarians zelf, dat we een beetje iets weet je, over zijn rennen en hoe fietsen nu om in beweging te blijven. Er staat een project waarbij ze childhood obesity een beetje moesten gaan belichten. En ze hebben toen besloten om dat te doen, door middel van fietsen. Je zei het ook al, mensen kunnen fietsen uit de garage halen. Mensen hebben zoveel fietsen liggen die ze in geen jaar hebben gebruikt. En fietsen is gewoon gezond en goed. En de laatste jaren, ook natuurlijk door de pandemie, hebben mensen niet veel aan beweging gedaan. Dus het is een goed moment om dit allemaal weer op te pikken. En dat hebben we dus december gedaan. En het was een succes. Het was eigenlijk een soort trial, maar we hadden uiteindelijk toch wel ongeveer 200 deelnemers. Toen hebben we toen direct besloten, na die dag hebben we evaluatie gehad, hebben we gezegd, luister, we gaan het nog een keer doen. We gaan het vaker doen. Kijk hoe vaak we kunnen doen, want je had een heleboel van de deelnemers toen waren super enthousiast. Dat ze ons hebben gezegd, luister, wanneer jullie het weer doen, laat ons weten. We zijn zeker van de partij. Dus we hebben nu, dus voor aanstaande zondag hebben we onze tweede fietstocht gepland. Het is in principe dezelfde route. We starten en finishen bij Asuria, zoals jij al zei. En het gaat om ongeveer een afstand van 20 kilometer met politiebegeleiding. Dus ja, kom met z'n allen, ouders, kinderen, noem maar op. Zolang je een fiets hebt, 2-wielers, 3-wielers, maakt niet uit. We willen zoveel mogelijk mensen op de been, sorry, ik zeg het verkeerd, op de fiets hebben. Oké, goed. Dankjewel voor je verhaal. Even een paar vragen hierover. De naam, is het een fietstocht of is het een fietsrally? Fietstocht. Okay, het is dus gewoon fietsen. Gewoon een route die we maken met z'n allen. Een heen en terug. We gaan vanuit Asuria richting het onafhankelijkheidsplein en terug. Oké, dus het is eigenlijk ook nog een beetje voor de gezelligheid en ook nog een beetje sightseeën. Ja, dat is het eigenlijk. Een gezellige trip. Eigenlijk om de mensen uit de huis te halen. Ja, oké. Okay. 200 deelnemers de vorige keer is best een groot aantal. Klopt. Heel erg eigenlijk was het verrassend voor ons ook. Ja. We hebben wel gelukkig politiebegeleiding, dat hadden we toen ook. Maar we waren toch een beetje zo'n aantal deelnemers. Dus daar gaan we beter op inspelen dit keer. We zijn bereid. Maar het was al aardig en we verwachten meer deze keer. Oké. Okay. Maar hoe staat het met de mensen die sneller fietsen? Want ik bedoel, sommige mensen gaan sneller dan de driewieler. Dus hoe doen we dat? Ja. Nee, het is, we maken het ook duidelijk. Hè. Het is geen race en de politie die is er. Als het goed is, de biker unit er ook bij. Ik kan niet sneller dan wat zij gaan. Dus zij houden alles een beetje bij elkaar. Want veiligheid is natuurlijk ook, speelt ook een rol. We hebben gezien dat de jongeren vooral iets sneller willen. Dat is voor net iets te saai van is initieel. Maar uiteindelijk is het toch best wel goed te gaan. Waar er 1 of 2 kleine ongelukjes, maar dat hoort erbij. We hebben ook natuurlijk de medische zorg erbij. Maar goed, het gaat erom, het is geen race. Het is een, zoals jij het ook zei, een soort sightseeing tour. Een beetje gezelligheidstocht. Ja, een gezelligheidstocht. Oké, okay. Goed. Je hebt het gehad over het Childhood Obesity programma. Dat is denk ik een belangrijker programma, want daar wordt er aandacht voor gevraagd. En eigenlijk zegt het woord het al, het gaat om overgewicht bij jongeren en kinderen. Is deze fietsenrally ook bedoeld om inderdaad jongeren en kinderen die al dan niet met een overgewichtsprobleem zitten ook mee te krijgen daarin? Dus is het echt voor de doelgroep of is het echt gewoon awareness over het feit?
Ik denk het is een beetje van beide. Sowieso awareness. Want kijk, als ze niet van fietsen houden, prima, maar ga wat doen. Weet je, ga bewegen. Wij kiezen nou fietsen als een modem om te gaan bewegen, omdat wij weten dat sommige mensen, andere vinden het, houden niet zozeer van rennen of van andere sporten. Maar fietsen vinden ze misschien leuk. En fietsen is net zo gezond. Je beweegt, je moet wat doen. En kijk, er staat wel childhood obesity en dat is onze doelgroep, maar we willen ook de volwassenen erbij, want uiteindelijk, hoe het ook draait of moeten we met z'n allen blijven bewegen om toch gezond te blijven. Ja, en zijn het natuurlijk ouders die bepalen wat ze een kind voorschotelen en wat het beleid is in het huis om inderdaad die obesity te voorkomen. Correct, en als ouder weet je zelf, als je een goed voorbeeld geeft aan je kinderen, hopelijk volgen ze dat dan wel op. Ja, grotere kans als je het zelf inderdaad, zelf inderdaad doet. En het is gezellig, hè? Het is, als je met het hele gezin iets kan doen, in plaats van thuis zitten op de bank, op iedereen achter zijn eigen telefoon of zo, kom, we gaan met z'n allen pakken voor de fiets en we gaan een beetje door. Weet je, dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Hoe lang duurt de tocht ongeveer? Ik denk dat het totale uurtje. Het fietsen is om en bij een uur, misschien ietsje meer. Want we stoppen allemaal even op het plein. De bedoeling is op het plein even stoppen. Dan zorgen we ervoor dat de hele groep weer bij elkaar komt. Want op een gegeven moment, zoals je aanhaalde met de strijd, die groep gaat een beetje uit elkaar. En op het plein stoppen we dat even, zodat de hele groep weer bij elkaar komt. Dan mensen alle weer terug te fietsen. Terug te fietsen. Oké, okay, is goed. Zijn er kosten verbonden om mee te doen? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Wat we wel willen, of wat we wel gaan doen, we vragen de deelnemers een vrijwillige bijdrage. Verplicht, nogmaals, als je het niet hebt, is het oké. Maar als je het kan missen, is de vrijwillige bijdrage, want dat ga je in het potje, zodat wij toch nog meer activiteiten en bepaalde dingen kunnen ondersteunen. Maar het gaat erom, er is geen inschrijfgeld, je bent niet verplicht te betalen. Maar een vrijwillig bijdrage mag. Oké, okay, en het is natuurlijk een evenement van de Rotary, maar iedereen mag zich aanmelden. Er is geen restrictie. Nee, absoluut niet. De Rotary organiseert het goed, maar het is open voor iedereen. Ja, oké, okay, goed. En is er een maximaal aantal mensen die jullie kunnen accommoderen binnen de groep? Dat is een hele goede vraag. Dat hebben we ook intern besproken. Maar het antwoord daarop is nee. Ja. We gaan ervan uit dat we geen 2, 3, 4.000 man op de been krijgen. Als dat het geval is, dan zullen we kijken hoe dat oppikken. Maar er is geen maximaal aantal. Ik verwacht wel dat we weer tegen de 2, 3, misschien zelfs 400 zitten deze keer. We hebben genoeg politie. Daarin kunnen we dus wel op. We hebben extra politie dit keer. En we denken dat we zondag wel alles aan kunnen. Ja, ik denk het wel. Ik denk het inderdaad het gegeven dat er extra politie bij is. Dat toch een beetje een gevoel van veiligheid geeft. Dus als we van 200 naar 500 man gaan, dan kan het nog wel. Ja, moet lukken. We gaan zeker meer politie op de been hebben. Zeker twee keer zoveel. Dus ik denk wel dat dat we het aankomt. Ja, oké. Okay. Goed. Very nice. Is er een aanmeldplicht? Of mogen de mensen gewoon met de fiets komen? Assyria High Rise op 13 maart om 4 uur. Gewoon komen. Ja, meld je aan, kom om 4 uur naar Assyria, kom met je fiets, je kan met de auto daar naartoe komen, er is parking natuurlijk bij Assyria, je kan daar je fiets auto achterlaten, fiets uit de auto, maar aanmelden is rond 4 uur, we willen 4:30 beginnen te fietsen. Ja, oké, okay. 4:30 en een uurtje fietsen tot 5:30, geef het een 5:30, 6 uur, en dan heb je ook nog een leuke zondagmiddag gehad. Ja, en wat je ziet, vorig jaar is het ook gebeurd, en het gezin komt fietsen daar naartoe, dus daar hebben ze ook kilometers in de benen. En als ze weg gaan, fietsen ze ook nog een stukje. Dus het is voor een heleboel, het is een tussenstop op een zondag fietsen. Ja, oké, okay. Is goed. Dankjewel, Diego. Dus op 13 maart, dat is op een zondag, hè? Ja, aanstaande zondag. Aanstaande zondag om 4 uur aanmelden bij Assyria High Rise. En dan is het een tochtje naar het onafhankelijkheidsplein en dan weer terug. Op eigen tempo. Heel belangrijk om erbij te zeggen. Klopt. Ja. Wat ik misschien wat ik nog zou willen vermelden, dat mensen ook hun eigen water meenemen. We zullen water hebben, dat we verdelen. Maar het is toch beter dat je iedereen zijn eigen flesjes kan meenemen. Dat doen ze meestal ook bij ze gaan fietsen. Dus neem je eigen drank mee, just in case. Oké, okay, prima. Diego, hartelijk bedankt. Heel erg veel succes aanstaande zondag. Ja, graag. En hopelijk zie je ook, hè, zondag. Ik woon op Noord. Ik moet helemaal fietsen naar Assyria High Rise. Dat is al helemaal langer dan die tocht naar het plein en terug, hè?
En jouw punt is? En mijn punt is, ik heb geen auto om de fiets in de bak te zetten. Als je Maar je dat weet dat. kan oplossen, amen. Maar je hebt wel een fiets, Odette? Ja. En mijn dochter ook. Hey, ik bel je straks. Voel je geroepen, bel me straks. Dat is goed. Maar ik ben wel aan. Maar dus Anton Oké. Drachtenweg aan Syrië om dan naar het plein te rijden en terug. Weet je wat ik ook nog iets wil aanhalen? Want dat is gebeurd die dag. Vorige keer hebben mensen, en eigenlijk volgens mij ook van Noord, gewoon gefietst en ons op het plein ontmoet en dan gewoon zelf weer teruggefietst. Als kleine groep natuurlijk, onder eigen verantwoordelijkheid. Oké, dat kan. Of 14 of 5 uur op het plein zijn. Maar dat was wel leuk, want dan fietsen de mensen van Noord en dan zijn ze rond 5 uur op het plein. En dan fietsen ze daarna weer naar huis. Ja, dat is een mogelijkheid. Dus Is een mogelijkheid, maar dat is natuurlijk wel onder eigen verantwoordelijkheid, want dan heb je geen nee, politiebegeleiding. klopt inderdaad. Vorige Maar keer wel gebeurd. het is wel een idee om inderdaad misschien ook een vertrekpunt te hebben op Noord. En dat je op hetzelfde moment fietst naar het plein, elkaar daar ontmoet en dan ook weer gewoon terug naar je eigen huis. Dat nemen we absoluut mee in de Voor evaluatie de voor de volgende volgende. keer. Oh ja, ik heb een laatste ding dat ik even nog wil aanhalen, heel snel. Ja. We vragen de mensen om zo kleurig mogelijk, met zoveel kleuren mogelijk als je kan, aangekleed te komen, want we zitten ook dicht bij Paguana. Dus het is wel leuk als we heel veel verschillende kleuren zien op de Alvast in fietsen. voorbereiding, duidelijk. Precies. Helemaal goed. Ja. Dankjewel, Diego. Heel erg veel succes toegewenst. Dankjewel. Is goed. Bye. Leuk, ja. Dat was het gesprekje met Diego Chenessen over de fietsentocht van aanstaande zondag. Ik heb een beetje gepleit voor de mensen die op Noord wonen om het een beetje aantrekkelijker te maken om niet helemaal naar Assyria High Rise voor de starter te zijn. Wie weet voor de derde editie als animo er is. In ieder geval kunt u zich voorbereiden voor aanstaande zondag, want dan is dus de Rotary Club Paramaribo fietsentocht. En de aanmeldtijd is om 4 uur 's middags. Iedereen mag meedoen. Om 4:30 de start, een tochtje naar het Onafhankelijkheidsplein en terug. Dus ik zou zeggen, u heeft nog een aantal dagen om zich voor te bereiden, fietsbanden te pompen, fiets op te poetsen en er te zijn op zondagmiddag bij Assyria High Rise voor de Rotary Club Paramaribo fietsentocht. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.